elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Bij Jong FC Utrecht zijn 15 van de 23 doelpunten uit de eerste seizoenshelft er niet bij. Venema en Zo. Zo weg, Venema naar de A-selectie. Maar FC Utrecht komt wel op 1-0. Odysseus Velanas van een meter of 20 verrast die doelman Jasper Schendelaar. En dan staan de mannen van Robin Mulder op 1-0. En moet Jong AZ doelpunten te gaan zien maken. Maar kan dat zonder Freddy Druif, die naar NEC is vertrokken. Die de 14 maakte voor de winterstop met een beetje hulp van doelman Tijmen Nijhuis. Van Jong FC Utrecht lukt het. Het is Mohamed Tabouni, 16 jaar pas. Die profiteert van de fout van de doelman en van het goede werk van André Michailik. En Jong AZ gaat door, want dit is de bal op de paal. Utrecht komt goed weg. Hoedemakers heeft pech en Stam ziet het aan. Maar die ziet ook dat zijn ploeg te beter is in de tweede helft. De voorzet van Hoedemakers en de goal van Michailik, de man van de assist bij de 1-1, maakt zelf de 2-1 voor Jong AZ. De hekken sluiten in de competitie op voorsprong tegen de nummer 17. Opnieuw Hoedemakers krijgt de bal dan bij Jelle Tuin en die maakt dat heel knap af. 10 minuten voor tijd schiet hij de wedstrijd in het slot. Jong AZ op 1-3. Het wint voor het eerst sinds 14 september een competitiewedstrijd. Het is de tweede zege van het seizoen.